Stel, je gaat na vandaag je besluiten om tijdelijke maatregelen, tijdelijke beheermaatregelen ook echt voor te gaan bereiden en te ontwerpen. En dit zou dan de opdracht zijn. 10.000 zandzakken leggen. Je hebt in totaal 6 uur de tijd. Je moet het doen over een lengte van 2,5 kilometer. En er is eigenlijk geen toegangsweg. Dus geen verharde weg naar de kering toe. Nou, dat is eigenlijk waar wij tegenaan liepen op het moment toen we eigenlijk de tijdelijke maatregelen hadden uitgewerkt en daarvoor een ontwerp hadden opgezet. En dan is de vraag van, ja, hoe ga je dat nou invullen? Hoe geef je hier handen en voeten aan? Nou, en daar ga ik jullie in meenemen. Mijn naam is Barry Ros, adviseur waterveiligheid bij Drentse Overijsselse Delta. Ik ben projectleider geweest van het uitwerken van de tijdelijke beheermaatregelen voor het Kampeneiland. Daar ga ik straks op in, de ervaringen die we daarmee hebben opgedaan. En ja, ik ben nu dan projectleider voor het voorbereiden van de tijdelijke maatregelen voor de primaire waterkeringen. En dat doen we dan in het licht van de nieuwe normen. Dit sla ik even over, dat gaat over definities. Daar hoef ik het vandaag volgens mij niet over te hebben. Mijn verhaal is opgebouwd aan de hand van vier praktijkervaringen. Het gaat dus over het Kampeneiland, daar hebben we regionale keringen liggen. Tegelijkertijd denk ik van ja, die ervaringen zijn ook wel echt waardevol om de maatregelen voor te bereiden voor primaire keringen. Vier onderdelen. Eigenlijk het eerste onderdeel is het ontwerp van een maatregel. Waar we hebben eigenlijk gekeken van nou, wat kun je nou leren vanuit de praktijk als je wat een oefening doet. Hoe kun je nou eigenlijk die kennis van een oefening gebruiken om het ontwerp te maken? Dus echt de stap te zetten van de praktijk naar het papier. Tweede is eigenlijk, ja, gaat dan over waarschuwen en mobilisatie. Wanneer kom je dan in actie als je een maatregel gaat treffen? Waar leg je die grens? Waar zit de trigger? Dat is ook wel een lastige. En dan belangrijk onder natuurlijk de organisatie en het draaiboek. Wie is nou waar verantwoordelijk voor? Hoe verdeel je de taken onderling? En tot slot denk ik iets wat ja, behoorlijk onderschat is, dat is de communicatie. Dus ik heb aanvankelijk een technisch probleem, een technisch issue. Maar in de praktijk ja, blijkt gewoon die communicatie ontzettend belangrijk te zijn. Korte introductie van het gebied. Kampeneiland, misschien hebben we een aantal mensen al iets over gehoord. Ook veel gedaan met het uitwerken van meerlagsveiligheid. Maar de tijdelijke maatregelen, dat is toch wel iets wat misschien nog wat minder aandacht heeft gekregen. In 2012 hadden we een bijna overstroming. Het was toen in Groningen was het spannend, de situatie. Maar dat gold ook voor het Kampeneiland. Hoge afvoer van de Overijsselse Vecht. En tegelijkertijd, eigenlijk op een ongunstig moment, kwam ook de noordwestenstorm opzetten. Het water begon snel te stijgen. Dus toen bekramming aangebracht, er zijn zandzakken gelegd. En het was dus echt reactief. Dus het hoge water kwam en we zijn toen in actie gekomen. De maatregel is ja, gewoon goed uitgevoerd. Maar je ziet wel dat als je dat reactief doet, dus reagerend op het hoge water, dat je gewoon weinig tijd hebt. Dat minder controle en het is uiteindelijk maar 400 meter wat we nu hebben kunnen bereiken. Nou, de situatie was wel echt spannend. Er werd op een gegeven moment gedacht aan evacuatie. Communicatie in het gebied verliep wat moeizaam. De gemeente wist eigenlijk niet de mensen in het gebied goed te bereiken. De telefoonnummers hadden ze bijvoorbeeld niet. Dus op een gegeven moment is zoals een motoragent met brieven onder zijn arm het gebied in te gaan om eigenlijk mensen ja, te informeren over een mogelijke evacuatie. En die agent wist nou eigenlijk niet precies welk gebied hij nou moest hebben. Dus, ja. En vervolgens, ja, je gaat er natuurlijk dan meer op letten, maar 2013, 14, 15, dan ja, hebben we toch een aantal keer weer situaties gehad dat het wel weer spannend werd. In ieder geval bij ons in de organisatie. Nou, hier nog een keer op een plaatje, regionale kering ook getoetst. En 12 kilometer heeft een hoogte tekort. En op het rechte plaatje met de pijl is het gebied weergegeven. Dus het ligt bij Kampen. En ja, de dijkverbetering, dat kost nog een aantal jaren om dat voor te bereiden en uit te voeren. Dus in overleg met de provincie heb ik afgesproken om in die tussentijd dus tijdelijke maatregelen te treffen om het veiligheidstekort te verkleinen. Nou, de eerste ervaring, dus dat gaat over de stap zetten van een oefening naar het ontwerp. De vraag is van ja, hoeveel tijd kost dat nou eigenlijk om die zandzakken in zo'n gebied te leggen? En hoe krijg je ze op de plek? Volgens hebben we een
twee locaties een oefening opgezet. De ene locatie hebben we eigenlijk depots neergelegd in het gebied. Depots met zandzakken, dus de linkerfoto. En we zijn gewoon gaan timen. We zijn met een groep vrijwilligers. We werken veel met vrijwilligers. 13 vrijwilligers hebben we ook opgeroepen om gewoon daar die zandzakken te leggen. Dus mensen die in het dagelijks leven andere dingen doen. Het is een stratenmaker tot een arts. En die moeten daar dan op zaterdagmorgen die zandzakken gaan leggen. En dan kijken hoe lang het duurt. Vervolgens hebben we ook gekeken van, hoeveel tijd kost het om die zandzakken op locatie te krijgen? Geen weg, geen verharde weg. Dus je moet dan iets slims bedenken, logistiek. En, we hebben een rupsdumper ingezet. En die moet dus een aantal keer op en neer rijden. Die moet je natuurlijk regelen op de locatie krijgen. Je zit met overladen. Dus al met al kost dat gewoon veel meer tijd. We hebben gekozen voor de oplossing vrijwilligers in combinatie met depots in het gebied. En dat levert natuurlijk weer hele andere uitdagingen met ze op. Het tweede gaat dan, de maatregel is dan op een gegeven moment wat verder uitgedacht. En dan is eigenlijk de vraag van, wanneer kom je dan in actie? Wat is nou het moment waarop je gaat uitdrukken? En eigenlijk moet je dan ook iets zeggen over de belastbaarheid van de kering. Bij welke waterstand wordt het spannend? Wat denken we dat die kering nog net kan keren? Op basis van expert judgment en toetsing hebben we vastgesteld dat ongeveer die 1 meter plus ANP dat kritisch is. En zeg, als die waterstand bereikt wordt, dan moeten die zandzakken ook gewoon daar liggen op die locatie. Vervolgens zijn we gaan terugrekenen. We hebben ongeveer 6 uur nodig. We hebben depots en vrijwilligers, dus dat kan eigenlijk wel vrij snel. We hebben 6 uur nodig. We hebben gekeken op basis van ervaring van hoe snel stijgt dan die waterstand in een extreme situatie. Ook daar wat haken en ogen, maar uiteindelijk kwamen we op zo'n 30 centimeter in 6 uur stijging. Reken je het weer terug. Etcetera. En zo hebben we een aantal waterpijlen gewoon afgeleid. En de opzet is dat we echt ook, als we die waterstanden meten, dat we dan gewoon in actie komen. Dus bij 0,5 meter plus ANP krijgen de mensen een waarschuwing, dus ook de vrijwilligers. Stijgt het verder door 0,7, dan is het mobilisatie en inzet. Volgens de organisatie en het draaiboek. Je ziet als je dus echt ermee aan de gang gaat, er wordt dus een hoogwater voorspeld, dus het draaiboek komt uit de kast. Dan is het gewoon ontzettend belangrijk dat je goed weet van elkaar wie wat moet doen. Klinkt heel evident, maar er moet gewoon iemand in de wachtdienst actief zijn die weet waar hij op moet letten. Wat voor weersverwachtingen, et cetera. En diegene moet ook op zondagmiddag mensen kunnen bereiken als het toch... Het is een slechter ontwikkelde situatie. En bijvoorbeeld moet natuurlijk dan de waterschappers weer bij elkaar kunnen komen. Dus leg dat echt tot in detail vast, is mijn tip. En het volgende, het verlengen ervan komt jaarlijks in actie. We gaan dan niet naar buiten als we in actie komen. Maar in actie komen, daar bedoel ik mee van, je moet gewoon voor zorgen dat draaiboek uit de kast wordt gepakt. En dat dus op basis van die weersvoorspelling, dat je in ieder geval de eerste stappen gaat doorlopen. En naarmate je het dan vaker gebruikt, dan zie je dat de dingen beter kunnen. Je voert verbeteringen door en dan krijg je te maken met het versiebeheer. Het lastige digitale bestanden is, je komt er soms gewoon niet vanaf. Er is altijd wel ergens een oude versie, dus zit je dan op dat moment bij elkaar met waterschappers, dan gebeurt het toch nog wel eens dat er weer een oude versie op het scherm staat. En we werken dus met vrijwilligers, dus dat betekent ook gewoon veel oefenen. En we oefenen jaarlijks in de praktijk. En iets wat dan al eens vergeten wordt, is de catering. De mensen zijn gewoon buiten actief. Het is zwaar werk. En ze moeten gewoon ook eten. Dus de spreekwoordelijke gehaktbal, die krijgen de vrijwilligers bij ons als er dan jaarlijks geoefend wordt. Tot slot wat ik al in het begin zei, de communicatie is natuurlijk ook heel belangrijk. Net al iets over gezegd. Dus die vrijwilligers moeten worden opgeroepen. We moeten ook weten of ze beschikbaar zijn. Dus we hebben daar een systeem voor. Mensen die krijgen dus eerst een waarschuwing, worden gebeld en vervolgens moeten ze dan een nummer intoetsen en kunnen ze op die manier hun beschikbaarheid doorgeven. Ook dat heeft in het begin wel wat problemen veroorzaakt. Bijvoorbeeld dat mensen een waarschuwing kregen midden in de nacht en het niet goed verstonden en vervolgens meteen in de auto stapten en naar het verzamelpunt reden. Dus prima opgelost. De collega die stond daar om mensen op te wachten en met wat krentenbrood, et cetera.
Zo leer je weer. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk ook bewoners. Je hebt niet alleen een professionele organisatie, je hebt ook de bewoners in het gebied. En op een gegeven moment, nou, stel dat je echt in actie komt, waar ik het nu over gehad heb, dat is alleen nog maar eigenlijk de aanloop daarnaartoe. Ja, dan staan er ineens bijvoorbeeld 130 mensen op de dijk. En dat gebeurt dan misschien wel 's nachts of op die zondagavond. Dus bewoners die ontvangen ook een sms'je. En dat is in verschillende gradaties. Nou, als we dan in actie komen, dan hebben we dat ook al voorbereid. Dus onderdeel van het draaiboek, dat zijn dan de berichten die de bewoners krijgen. Dus die zijn al gedefinieerd. Goed. Begon niet mee. Ja, kan het? Ja, het kan. Er is veel mogelijk. Dus logistiek ontzettend lastig. Maar door te werken met vrijwilligers en depots, is het te overbruggen. Maar tegelijkertijd brengt het weer andere uitdagingen met zich mee. En verder denk ik, dus aanvankelijk wordt het toch vaak gezien als een technisch probleem. En dat is het wel. Maar daarnaast is gewoon de organisatie, de communicatie en logistiek, dat is gewoon echt wezenlijk, denk ik, voor een succesvolle operatie. Dus dat zit toch meer op de zachte kant. En dat moet natuurlijk wel gecombineerd worden met goede inhoud. En de workshop gaat over de tips en praktijkervaring. Dus daar kunnen we hier verder over in gesprek met elkaar. Dat was mijn verhaal.